3,8 kilometer zwemmen moet ik voor de triathlon. En ik krijg vandaag tips van Joeri Verlinde, Europees kampioen. En ik weet niet of er is, maar ik ga vast omkleden. Dus zie je zo. Oh, hey Joeri. Wat gaan we doen? Hey man. Hallo. Even omkleden, denk ik. Ja, dat gaan we doen. Alleen niet hier, dat doen we op de zwemmersmanier. Dus volg mij. Oké. Okay. Ik ben Wilbert en ik heb een doel. Ik ga de hele triathlon doen binnen een jaar na een nieuwe donatie. Links naar rechts. Links naar rechts. Rechts over links. Ja. Zet je vast, draait hem iets naar binnen. Dan gaat hij nergens meer naartoe. Ik hoop het. En nu is het gewoon roeien naar beneden. Hoppakee. Okay. Woe! De voorkant. Even de kant erin stoppen. Right? Dat was hem. Oh! Oei, oei, oei. Ik moet al wel vast verklappen. Ik ben er niet goed in. En ik ben hier om je te helpen, jongen. Ja, gelukkig. Dus we gaan het beste van maken. Wat hebben we nog nodig? Mijn badmuts. Badmuts. En mijn oordoppen. Is niet goed voor de vrouwelijke kijker. Die kijkt toch alleen naar je lichaam, hè? Ja, nou met jou erbij heb ik wel concurrentie. Gewoon even op hier. In het begin is het. In het begin gaan we hier. Misschien eindigen we zo meteen daar met jou. Joeri. Hoi. Wat moet ik doen? Ik zeg, zwemmen beginnen we altijd met een duik. Borstrol? Dus, uiteraard. Borstrol. Uiteraard. Netjes. De eerste 50 meter is een feit, dus nog maar 3,75 kilometer te gaan. Maar ik zag je borstkrol zwemmen en je zat 1 op 4. Dat kost heel veel energie. Ja. Dus we gaan even kijken met borstkrol met 1 op 2. Als dat nog altijd te lastig is, gaan we gewoon ook op schoolslag. Want die 3,8 kilometer die moet gewoon wel soepel gaan. Precies. Ik red net 35, 40 meter. Ja. En ik doe ook helemaal zo met mijn hoofd boven water. Ja, je ligging was oké. Okay. Kijk eens. Dus, ik was positief verrast, kerel. Hey, dankjewel. Dit is wel een beetje ik zit wel op mijn max. Met je ademhaling. No worries, dan schakel ik gewoon overboord op de schoolslag. Dus op je gemakje naar de zijkant. Je gevoel van water hebt, dat zie ik wel. Je benen die schragen nog een beetje, dus die gaan niet helemaal synchroon. Heb je wat aan je benen? Nee, mijn benen zijn asymmetrisch. Heb ik vaak gehoord, een beetje afwijking in je benen. Ik zie vooral dat je heel diep in het water ligt. Vooral als je de doorhaal maakt. Ik ga er even bij staan. Als je doorhaal maakt, je gaat redelijk ver naar achter. Op het moment dat jij je heel groot gaat maken, heb je een heel groot oppervlak met weerstand. Ja. En hoe verder jij je naar achter beweegt, die moet allemaal weer naar voren en kost heel veel energie. Dus gewoon iets minder ver naar achter bewegen, iets eerder afbuigen naar binnen en dan terug naar voren. Ik vind het voor jou een comfortabel ritme. Je bent strakjes dik een uur aan het zwemmen. Nee, 1 uur. 1 uur? 1 uur 40. Maar ik ga voor 1 uur 35. Dat is een mooie doelstelling, jongen. Ik begon wat minder, toen kwam er een stuk dat ik dacht, ja! Ja, hij snapt het en toen verviel je weer een beetje in je oude patroon. Zie je dat? Die armbeweging minder ver naar achter. Iets eerder stoppen, eerder afbuigen en terug naar voren. Dus je had denk ik net een slag of 5, 6, dan denk ik ja. Je ziet dan ook dat je continu snelheid vasthoudt. En zodra je verder naar achter gaat, dan heb je een stijgende snelheid en een flinke daling. Stijgende snelheid en flinke daling. En dat wil je eigenlijk zo kort mogelijk houden. Is toch al iets, hè? Hé, je hebt de stap niet gemaakt, man. Nog eentje maar doen? Ja, graag. Het is progressie, maar hij kan veel beter en ik hoop dat hij dat uiteindelijk ook gaat voelen. Dus, maar ik heb er heel veel vertrouwen in, laat ik dat vooropstellen. Die 3,8 kilometer gaat met zijn instelling geen probleem zijn. Dus nu nog even dit stukje techniek onder controle krijgen en het gaat minder energie kosten om de afstand vol te maken. En hij gaat sneller zijn en dat is de doelstelling. En! Ik zeg bijna tijd voor een wedstrijd. Dat durf je aan, wedstrijd. Maar, dan doen we het wel zo, dan doe jij twee baantjes. Doe ik twee baan? Ik één. Om een flesje wijn. Prima, jongen. Oké, zijn record staat op 49 seconden, 100 meter. Ik zwem 50 meter in 1 minuut. Dus ik moet wat goed maken. Hij gaat dus twee baantjes doen, 100 meter. En ik doe 50. Dus gewoon alles geven. En dan pak ik hem. Hij doet nog even warm op 100 meter. Zeg. Die zet ik gewoon bij mij, heb ik de snelle baan. Maar ik ga borstkrol doen. Ik weet niet of ik dat red, zo lang, maar. Oh.
Oh, we zijn begonnen. Oh, mooi. Ik ging al. Wat? Yes, dit is, nou heb ik hem. Daarna? Bij de tweede fluit. Ja, had ik iets uitleggen. Ja, wist ik niet. Mentale tik is dit voor hem. Ik zit al in zijn hoofd. Dus alleen maar goed. Nou jongen, nu verdien je het om in de snelle baan te liggen. Ik deed de kleine cirkeltjes, was ik veel sneller. Haha, goede tip. Gaat hij in één keer borstkrabbel zwemmen? Ja, daar begon ik mee. Ja, ik zag het. Ja, dat was wel flauw. Oh. Maar er is nog iets met jou. Je hebt maar één nier. Dat klopt. Zullen we daar wat meer over vertellen? Dat lijkt me een heel plan. Laten we eerst even eruit. Hoe moeten we omkleden? Ook hier... Op het kantje natuurlijk. Op het kantje natuurlijk. Okay. Ik had niet gedacht dat ik zou winnen, maar... Ik deed ook de borstel, was ook niet echt de afspraak. Ik had niet gehoopt dat je zou winnen. Nee, maar je hebt wel veel gewonnen in je leven. Ik heb een spelen meegemaakt, een Europese kampioen. Individueel, tweede, derde op EK's. Een aantal keer WK's gezongen. Ja, netjes. En de beste vlinderslagzwemmer van Nederland, ooit. Ja. Ik ben nog altijd wel Nederlands record houden op een paar vlinderslagnummers. Ik zeg, er komen ook nieuwe jongens bij je, dus dat is ook wel gaaf om te zien. Ja, nee, zeker. Maar die jongens, die hebben iets wat jij niet hebt. Zij hebben twee nieren. Ja, klopt. Maar ja. Jij niet? Nee. Ik ben 2 maanden oud was. Kwamen ze erachter dat ik mijn rechter nier functioneerde niet goed. Dat was echt al toen je een paar maanden was? Ja, toen ik 2-3 maanden oud was, is die rechter nier verwijderd. En sindsdien leef ik met geen nier. Ja. Wanneer heb je daar zelf eigenlijk een beetje besef van, dat je één nier hebt? Nou, in het begin van mijn leven heb ik heel veel in het ziekenhuis gezeten. Voor controles, zorgen dat alles oké was. Veel drinken, luisteren naar je lichaam en wees daar maar echt onwijs zuinig op. Ja. Eén klein foutje met die linkernier. Ja, dat is dan gedaan. Is klaar. Ja. Ben je daar wel eens bang voor of bezorgd? Nou, ik minder. Mijn grote droom was om te gaan judo. Alleen. Een sport met veel impact op je lichaam, ja, dat is natuurlijk desastreus als je één nier hebt. Dus ik heb het denk ik wel 20 keer gevraagd aan mijn ouders en aan de professor van ik wil heel graag judo. En het antwoord was telkens nee. En mijn broer die zwom. Ga dan ook maar zwemmen. Nou, dat is niet met de zwarte band, maar met de zwemband om. Ja, en gelukkig heb ik de zwembandjes ook snel aan de kant kunnen gooien. Ja. En wat merk je er nu nog van, dat je één nier hebt? Nou, als je mij ziet verschijnen, dan zie je niet een doorsnee zwemmer. Ik ben redelijk klein van stuk. Dus het feit dat ik maar één nier heb, dat heeft me wel belemmerd in hoe groot ik uiteindelijk ben geworden. Het enige wat ik van mezelf weet is dat mijn linkernier heeft de functie van mijn rechternier echt zo goed als mogelijk overgenomen. Oh ja. Die nier die is ook echt 150%, dus hij is ook wel een stuk groter. Waar ik overigens ook geen hinder van ondervind, één ik. Ik heb dat nooit als bijzonder ervaren en twee, nou, al is het bijzonder, dan ja, laat ik me gewoon afmeten tegenover de rest van de wereld. Ja. Maar verder heb ik altijd wel gedacht in mogelijkheden en niet in beperkingen. Dus je gebruikt het eigenlijk nog als kracht? Ik zie het, ja. Dat je één niet, want dat heb ik dus ook. Ik gebruik het wel soms als mentale boost van hé, ik doe dit ook nog met één nier. Terwijl dat eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Maar je kan er nee, wel... je kan prima mee leven en je kan ermee naar de Spelen gaan. Ja, je kan Europese kampioen worden. Ik heb worden. Nog kansen dus. Je kan er waarschijnlijk ook een triathlon mee. Het is niet de Paralympics waar je bent geweest. Zeer zeker niet. Nee. Nee. Je zegt leven met één nier is heel goed mogelijk. Ja joh. Denk in mogelijkheden en zeker niet in beperkingen. Ja, want hoe kan het dan dat er gewoon zo'n tekort is aan niet-donoren? Het is toch een bepaalde angst. Je geeft iets misschien aan een ander die je niet kent. Ik denk dat er misschien nog zelfs een soort taboe overheerst. En wat zou er nou nog voor nodig zijn om meer donoren in Nederland te krijgen? Vooral moet er meer over gesproken worden. Ja, om meer Ja, en daarmee echt des te graver dat jij dit doet, is waar ik ook aan wil bijdragen. Voor het grote plaatje. Ja. Om dat kenbaar te maken bij het publiek.
gezondheid van zich zal misschien iets meer aandacht moeten verdienen. Jouw actie, jouw drive, de manier hoe je dit aanvliegt. Ik als Olympia heb daar zwaar respect voor gezien. Nou, dat vind ik mooi om te horen. En het is ook gewoon een kleine opoffering van 6 weken. Bij mij was het ook nog gewoon heel luxe, heel lekker. Ik zat lekker op de bank hier een beetje te gamen. En je kan gewoon iemands leven redden voor 25 jaar. Dus jij hebt nu een verhaal en een bewijs, zo kan het gaan. Ja. Het is allemaal mooi. Ja, jij laat dat zien op een fijne, gezonde manier. Ja. Nou, ik laat het wel zien, maar ik moet het natuurlijk wel halen, ook die triathlon, hè? Anders is slechte reclame. Nou, dat zwemmen gaat goed komen. Ja, daar heb je wel echt vertrouwen. Daar heb ik vertrouwen in. Meer dan ik, denk ik. Het is wel zo dat de zwemtijd is 1 uur 45, waar je maximaal over mag doen. En met mijn tempo doe ik de 1 uur 40 over, dus ik heb 5 minuten speling. Na die tips van mij ga je van binnen 1 uur 40. Dat is de tijd die we afspreken? Laten we 1 uur 40 zeggen, lijkt me een heel mooi streven. Doen we dat. 1 uur 40 ga ik halen. En wil ik jou bedanken voor de tips en jouw verhaal. Succes met de laatste lesje. Dankjewel. Ik ga je volgen. Goede tips gehad van Joeri van Linden. En dat is natuurlijk een mooi verhaal wat hij te vertellen heeft. Ik zie daar de doneerbeer. Staat hij nou boven op die duikplank? Shit, hij durft wel hoor. Zou hij springen? Ik denk het niet. Nee. Goed hoor, had ik niet gedaan. Nee, dat had ik niet gedaan. Hè? En je zei het al, voorliging is de beste manier om nieuwe donoren te krijgen. Duimpje omhoog, ja. Delen de video met iedereen met 2 nieren. En steun neven op een manier. Dan gaan we, volgens mij moeten we hem even redden. Want, ja, dit staat niet helemaal goed. Gaan we even halen. Schuld, je hebt de wedstrijd gewonnen. Eindelijk. En dus, ik ben nog wel. Ja. Hey. Die is voor jou. En ik zou die nog even bewaren tot na de wedstrijd. Wanneer je daadwerkelijk binnen de 1 uur 40 hebt gefinished, dan mag je in één klap helemaal mee. Ik wil hem weer een beetje om. Goed, bedankt. En succes verder. Thanks man. Jojo, dag. Lekker, zeven. Lies.